En dan lopen we de trap op naar de eerste gym badge. Hopelijk gaan we Milo verslaan. Let's go! Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Pokémon Shield Baby Challenge video. In de verte zie je Turfield Stadium al liggen en dat is waar we vandaag naartoe gaan. We gaan proberen om die eerste badge te halen. Nou, we hoeven geen nieuwe Pokémon te vangen, dus we kunnen gewoon lekker in één keer zo doorlopen. Hier gewoon keihard langs en hopelijk zijn onze Pokémon een hoog genoeg level en... Je ziet het, er wordt gevraagd, Wooloo, waar ga je naartoe? Mattie, waar ga je nou naartoe? Onze schaapsherder Milo, die rent erachteraan. Die wil even zijn schaapjes op het droge krijgen, zo te zien. En we zijn onderweg naar jou, vriend. We zijn onderweg naar jouw gym. We willen jouw gym pakken. We willen die eerste badge met mijn baby Pokémon team. En de vraag van vandaag gaat over gymleaders. Want wie vind jij nou de leukste gymleader uit deze game? Ik denk dat ik zelf voor B, of sommigen zeggen Bea, Bia ga. Ik weet niet. Zij heeft mij gewoon een keer keihard genakt. Ik heb daar heel veel respect voor. Ik word bijna nooit genakt door gymleaders. Maar dat was echt moeilijk tijdens een challenge. En ik vind het gewoon tof. Want ze showt dedication. Ze heeft doorzettingsvermogen en zo. Dat is heel nice. Laat even weten in de comments wie jij dus de leukste, de coolste gymleader vindt. En dan moeten wij straks eventjes Sonja gaan opzoeken daarboven. Op de berg. Nou, zij hebben het over de mysterieuze tekening die erachter staat. Waar zou dat nou vandaan komen? Het boeit me eigenlijk niet zo. Ik wil gewoon mijn eerste badge halen. En daarvoor ga ik natuurlijk Magby gebruiken. Hoppy, die heeft zijn badge alweer gehaald. Die moet weer stoer doen van... Ja, ik was lekker eerst. Gefeliciteerd, Hoppy. Helemaal goed van je. What a ball guy. Dankjewel voor je vriendenbal. Eigenlijk moet je daar dus een Riolu of zo in vangen. Want dan worden ze sneller vriendjes. Waardoor die sneller gaat evolueren in Lucario. Maar wij mogen onze Pokémon niet evolueren in deze challenge. We moeten de hele game uitspelen met baby Pokémon. En tot nu toe gaat het goed. Laten we hopen dat het goed blijft gaan. Als je dat ook hoopt, doe duimpje omhoog. En vergeet sowieso niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. Dan gaan wij proberen om die gym badge te pakken. My. Hallo, hier komen we. Battle! Gym trainer Samuel. Ik meen me te herinneren dat ze hier vooral Gossifleurs en Oddish hebben in deze gym. Ja, en dat zou allemaal geen enkel probleem moeten zijn voor mijn Magby. En je ziet het, ja, dit is top, lekker. Krijg een klappie. Doet niet zo heel veel pijn. Maar Gossifleur is ook wel level 16. Dus ik denk dat we misschien toch wat meer hadden moeten trainen. Maar dat hebben we niet gedaan. Dus ik hoop dat we deze gym alsnog kunnen verslaan. Iedereen krijgt nu XP. Pichu gaat naar 16, Magby naar 17, Mantyk naar 15. Ik ben gewoon keihard de gym ingerend. Ik heb geen eens getraind op de vorige route. Pichu wil Nasty Plot leren. Ik vind dat helemaal prima. Helemaal goed, joh. Ik gebruik die move bijna nooit, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon langs deze kant. Hebben we nog een battle? Misschien dat we die XP goed kunnen gebruiken strakjes. What up, Mark? Yo, die gooit een Bidoo eruit. Mijn Bidoo is echt... Het is echt goed. Ik hou echt van mijn Bidoo. Het is echt een van mijn favoriete Pokémon, denk ik, uit dit teampie. Alhoewel, mijn Munchlax is ook echt supergoed. En je ziet het, mijn Magby gaat ook wel lekker. Dan, inderdaad, de Oddish van level 17. Ah, Flaviu! Ze overleven het allemaal net. Gaat die Growth doen? Nou, helemaal goed, joh. Dan heb ik in ieder geval geen last van deze Oddish. Flaviu! Bam! Ja, het is wel fijn dat we nu een Fire-type baby Pokémon bij ons hebben, hoor. Dat scheelt wel een hoop, volgens mij. Riolu is naar level 18 gegaan ondertussen. En dan gaan wij de schaapjes weer daar naartoe brengen waar we ze naartoe moeten brengen. Eentje, die heeft geen zin. Yo, Henk. Waarom ging jij even de verkeerde kant op, jongen? Ga eens gewoon lekker hier naartoe. Want dan kunnen we gewoon lekker door. Bam! Nou, ik ga in ieder geval alvast battelen. Bounce Sweet. Die gaan we ook even vangen in mijn vlammenwieltje. Wat ziek idee. In één keer kapot. Arme Bounce Sweet. Bidoo gaan naar 19, Munchlax naar 16. Munchlax wil Bite leren. Ja, dat is goed. Doe maar in plaats van Lick. Magby fixt gewoon even deze hele gym voor ons. Magby is hard aan het gaan, jongens. Bam! Oddish overleeft het wel weer, hoor. Oh, een Poison Powder. Dat vind ik niet chill. Gelukkig heb ik net antidotes gekocht voordat ik deze aflevering begon. Dus dat is chill. Kunnen we straks even die poison weghalen? Ja, dat doe jij nog even zo gewoon. Lekker voordat we naar de gymleader moeten. Hè? Ja, jij denkt jij bent een slimme chick. Jij gaat Milo helpen door mijn Pokémon te poisonen. Dat is jouw tactiek. Slimme tactiek wel, maar ik ben slimmer. Kijk maar, ik heb een antidootje. Bam. En een poison. Bam. Hoppakee. En dan is mijn Magby gewoon weer vol. 1, 2, 3. Bam. En dan lopen we de trap op. Naar de eerste gym badge. Hopelijk gaan we Milo verslaan.
Let's go. Het stadion zit al helemaal vol. Mensen hebben er zin in en iedereen is team Milo. Kijk ze nou allemaal in het groen, jongen. Zijn er ook nog mensen voor mij hier? Of is iedereen hier voor Milo? Ik wist niet dat er zoveel mensen in Turfield woonden, joh. Ik zie amper huisjes hier staan. Maar blijkbaar wonen er toch wel heel veel mensen in Turfield. En hij zegt, ja, ik zal mijn Pokémon moeten Dynamaxen als ik wil winnen van jou. Dan gaan we voor het eerst een baby Pokémon Dynamaxen straks. Super cool. Let's go, Gossifleur. Welk level zijn de Pokémon van Milo? Dat weet ik even niet. Level 19. Ik ga nu nog niet Dynamaxen. Flameweel. Pwieem. Oef. Gossifleur gaat voor round. Ik weet niet zo goed wat dat is. Dat is gewoon een aanval zo te zien. Hij is burnt. Ja, Gossifleur is geen probleem. Gossifleur is geen probleem. Maar ja, heb je hier dan natuurlijk nog een Pokémon. En misschien gaat dat wel een probleem zijn. We gaan het zien, jongens. Maar Gossifleur is het in ieder geval niet. Pichu gaat naar level 17. En dan nu. Eldegoss. We gaan niet wisselen. Magby, jij mag het gaan doen. Ik vind het wel een beetje teleurstellend dat Milo eigenlijk maar 2 Pokémon heeft. 2 is wel echt weinig. Hij had van mij prima gewoon gelijk 4 Pokémon mogen hebben of zo. Daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Dynamax Magby. Dit ziet er echt super schattig uit. Kijk hem dansen. Hij staat gewoon een beetje zo. Wiep, 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 wiep. En daar is Eldegossie. Level 20 Eldegossie. Gedynamaxed. Ik ben benieuwd of dit een probleem gaat opleveren. In ieder geval zijn wij eerder met onze Max Flare. Hoeveel damage doet dat? Bijna de helft. Bijna. Ja, en dan is het maar te hopen dat die Eldegoss niet een of andere superaanval heeft die mijn Magby even gaat slopen. Max Overgrowth. Nou, dat moet ik kunnen hebben, denk ik. Doet dat pijn bij mijn Magby? Ja, toch wel hoor. Toch wel. En dan zie je dat het toch een moeilijke challenge gaat worden, denk ik. Want op een gegeven moment worden mijn tegenstanders Pokémon gewoon veel sterker. Als ik dan straks tegen een fatsoenlijke Dynamax Pokémon moet. Bijvoorbeeld een Charizard of zo. Ja, dat gaat gewoon lastig worden. Maakt niet uit welke Pokémon ik dan gebruik. Dat gaat gewoon lastig worden. Maar voor nu gooien we weer een Max Flare erop. Oh! En Eldegoss is verdwenen. Het is klaar met Eldegoss. We hebben de eerste badge te pakken. Milo, je bent verslagen. Compleet door mijn Magby. 3 Pokémon gaan leveltjes omhoog. En Mantyke wil White Guard leren. Hoeft niet voor mij. Riolu gaat ook naar level 19. Ja, jongens. We hebben de eerste badge binnen. Woe. Met gewoon een baby team. Lekker. En eigenlijk hadden we hier dus alleen maar baby Magby voor nodig. Lekker gedaan, Magby. Maar in de volgende gym, tegen Nessa, ja, daar ben jij weer vrij kansloos. Milo en ik schudden de handen. En daar is mijn allereerste badge voor mijn baby Pokémon. Ik vind het superleuk dat het gewoon lukt tot nu toe, dat het goed gaat. Milo komt ons nog eventjes gedag zeggen. En zegt dat wij nu naar Hullbury moeten. Dus dat is de plek waar we nu naartoe gaan. Ik heb hier Brutal Swing gevonden. Het zou wel lekker zijn als we die gewoon eventjes aan Riolu kunnen leren nu. Ah, nee, die kan die niet leren. Wat stom. Ik mag toch hopen dat hij wel een paar goede fighting moves gaat leren. Alright, en dan zijn we op route 5. En dan moeten we als eerste tegen deze twee. En deze twee, die zijn af en toe best wel vervelend. Dit is een duo battle. En zij staan op verschillende routes en zij... Wij maken je het leven af en toe best wel zuur. Tijdens Nuzlocke challenges hou ik mijn hart altijd vast als ik tegen deze twee moet. Oeh, ik heb een Mantyke gegooid terwijl zij een Helioptaal hebben. Laten we dan toch maar proberen om eerst de Helioptaal te slopen. Ik hoop dat het lukt. Oeh. Ah, Helioptaal doet Thundershock. Oh, maar die doet hij op Magby. Oh, wat stom. Dan Mantyke, Waterpulse eroverheen en dan is Helioptaal weg. Haha. Oké, lekker, chill. Bidoof gaat al naar level 20, jongens. Jeetje, wat gaan we hard. Oh, Charge Beam. Die heeft ook een electric attack. En die gaat die ook op Magby gooien. Jongens, ik snap er officieel niks meer van. Ik dacht dat dit goede trainers waren, maar eigenlijk zijn ze gewoon lekker noobies. Want als ze die electric attacks gewoon allebei op Mantyke hadden gegooid, dan was een Mantyke gewoon kaart kapot. Maar blijkbaar hoeft dat niet van hun. Blijkbaar willen ze niet winnen vandaag. We komen nog even per ongeluk een wilde Dottler tegen van level 18. Daar gaan we ook even gehakt van maken. Ja, mijn Magby, man. Ik denk de hele tijd dat mijn Magby mijn team carry. Maar eigenlijk heb je in de vorige afleveringen kunnen zien dat ook mijn Snorlax, mijn Munchlax, op een gegeven moment carryde. En daarvoor carryde Bidoof. Dus eigenlijk lijk ik gewoon een heel goed team te hebben. Ik weet niet wat er met deze baby Pokémon is, maar het zijn gewoon volwaardige Pokémon, joh. Wat nou baby Pokémon? Hallo, meneer de kok. Met je mooie Applin. Oké, die Applin gaan we niet in één keer kapot maken.
Applin trekt zich terug. Het is tegenwoordig heel moeilijk blijkbaar om een appel met ogen te verslaan. Ik bedoel, ik denk als ik deze zo verbrand, dan wordt het toch een soort van gore appelmoes. Maar nou, blijkbaar kan deze Pokémon ook nog wel wat. Zoals zichzelf verbranden. Dit kostte nog best zoveel moeite. Maar uiteindelijk hebben we de appel toch verslagen. Hij viel toch niet zo heel ver van de boom. Riolu wil Rock Smash leren. Kijk, dat is nice. En is dat hier ook nog een trainster? Weet je wat, laten we even een andere Pokémon gebruiken. Wie is het laagste level? Munchlax of Mantyke? Ah, weet je, dan doen we Mantyke. Hallo, mevrouw. Debra gooit Minchino. Kom op, baby Mantyke. Waterproof. Oké, dit gaat de goede kant op. Waterproof. Oh, Minchino houdt 1 HP over. Is wel confused nu. Maar, Debra geeft hem nog niet op. Die gooit even een potion. Maar ja, maakt niet uit. Ik gooi nog een waterpulsie en dan is het gewoon klaar. Oh, ze heeft nog een Pokémon. Een Steenie. Ja, maar dan moet ik toch weer wisselen. Dan moet ik toch weer naar Magby. Ik wou eigenlijk niet meer met Magby, want Magby doet alles. Ik dacht, nou, dan gaan we nu een andere Pokémon gebruiken. Maar ja, als je een gras-Pokémon gaat gooien, ja, dan gooi ik natuurlijk wel mijn Magby eruit. En kijk eens, iedereen gaat een leveltje omhoog. Althans, bijna iedereen. Ik denk dat we deze XP wel even nodig hadden. Oh, er staat nog een trainster, joh. Dan krijgt nu Pichu even de kans. Die moet tegen Stuffle. Pichu! Donderschok! Oeh, Stuffle die... Ja! Stuffle gaat Brutal Swing doen. Oeh, Stuffle, ja. Waarom ben je niet paralyzed? Je raakt mij aan. Ik gooi wel Nuzzle op jou. Dan ben je sowieso paralyzed. Ah, hij gebruikt Leer. En mijn defense gaat daardoor naar beneden. Ja... Ik denk dat ik even moet wisselen. We gaan voor Riolu. Die hebben jullie nog niet heel veel in actie gezien, mijn Riolu. Alleen in de eerste aflevering volgens mij even. Stuffle is paralyzed. Maar we moeten nu tegen een normal type Pokémon. Dus ja, dan is het wel handig om lekker een fighting type te gebruiken. Met Rock Smash. Dat is super effectief. Stuffle gaat mij tackelen. Ah, kijk. Dit zijn wel de Pokémon die het ons moeilijk gaan maken. En helemaal als we straks bijvoorbeeld tegen een Beware moeten. Want een Beware is nog even 10 keer sterker. En die gaan mij wel flinke klapjes geven. Maar het is wel gelukt om Stuffle te verslaan. Dan nog een Ralts. Kies ik even voor Bidoo. Ja, dan gaat Ralts voor Psybeam op Bidoo. En dat is natuurlijk super effective. Want ja, Bidoo is natuurlijk ook een Poison-type Pokémon. Nou, kan ik best wel wat HP terugkrijgen zo? Hoeveel HP krijg ik terug? 7 HP. Is toch niet zo heel veel. En die Psybeam, ja, die gaat toch wel hard. Met een beetje geluk kunnen we Ralts toch verslaan. Ah, hij houdt 1 HP over. No. Oh, maar nu gaat hij voor Growl. Toppie. Oh nee, hij gebruikt een potion. Potverdorie man, ik was er bijna. Dus Bidoo wint zelfs een gevecht op het moment dat de tegenstander een super effective move heeft. Ik vind dat best wel een ding. Ik had totaal niet verwacht dat mijn baby Pokémon het zo zouden gaan doen. Moeten nu tegen Cutiefly? Ja, dan gaan we toch weer terug naar Magby. Het is toch altijd weer die Magby. Ik ben blij dat ik Magby heb gedaan. En niet Elekid. Want een vuur-Pokémon, ja, dat kan je toch wel heel erg goed gebruiken hoor, merk ik nu. Zonder een vuur-Pokémon was het heel anders gegaan tot nu toe. Hoppakee, die hebben we ook verslagen. Nou kan je hier dus nog een baby-Pokémon krijgen. En dat is Toxel. Kijk, wat een ziek idee. We zouden Toxel ook mogen gebruiken in deze challenge. Electric en Poison. Alleen ja, we hebben al een teampie, jongens. En daarmee komt deze aflevering tot een einde. In de volgende aflevering wil ik Nessa gaan proberen te verslaan. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En reageer even op de vraag van de dag. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!